Dit album is toch een stuk volwassener. Je hebt ook op het album staat ook een cover van Donna Summer. Ja. Hot Stuff. Wat heb jij met haar? Heb jij dat bewust uitgekozen? Of? Nou, eigenlijk begon dat meer, want ik had nog nooit een cover opgenomen. En het begon meer als een, het was echt voor een album dan. Ik had wel eens in mijn show dat ik een covertje zong, omdat ik bijvoorbeeld op een bedrijfsfeest sta. En voor mensen die wat ouder zijn en die niet naar Radio 538 luisteren of naar Q-Music. Of ja, weet je, die niet weten wat ik allemaal maak. Dus ik zong wel eens een cover, maar we hadden zoiets van, ja, dat was er maar één. Laten we een keer voor de grap even wat opnemen. Dat een lekker feest doen, wat iedereen gewoon kent. Wat iedereen ook leuk vindt. En dan doen we die in de show. En toen heb ik dat opgenomen met Nico Verrips. Echt meer een beetje voor de grap. Echt ook binnen een uurtje gewoon ingezongen snel. Hij heeft het weer afgemaakt. Toen vonden we het eigenlijk zo leuk. En we dachten, nou weet je wat, laten we die gewoon uitbrengen als single. En ja, dat hebben we dus gedaan inderdaad. En ook voor het buitenland in het Oostblok, waar ze echt houden van covers. En waar ik ontzettend goed ga met mijn muziek. Ja, is dat zo? Houden mensen in het Oostblok? Ze coveren daar heel veel, ja. Okay. Ja. En zeker oude danceplaten. Dus, ja, Donna Summer werd wel eens de queen of disco genoemd. Ja. Zie jij in jezelf het Nederlandse equivalent daarvan? Nee, ik zie mezelf niet als de queen of disco in ieder geval. Okay. Nou, ik maak niet echt disco muziek. Dus dat in eerste instantie. En ten tweede, ja, kan ik me daar echt totaal niet mee vergelijken met Donna Summer. Ze is echt een fantastische zangeres, maar heel anders. En nou, wel een heel groot idool hoor. Ik heb wel al haar platen op mijn iPod staan. En, ja. Ja. Je hebt naast je zangcarrière doe je ook presenteren. Ik kan me voorstellen dat tegelijkertijd met Do You Think You Can Dance, ja, dan begint heel het proces van het album moet in juni gaan verschijnen. Ik neem aan dat er dan nog allerlei dingen aan moeten gebeuren. Hoe is zoiets goed te combineren? Ja, het was toen ik stopte met So You Think You Can Dance, toen zeiden mensen, nou gaat er echt een best wel groot gat vallen bij jou. Je hebt iedere week die live shows gehad en het is ontzettend leuk. Je gaat er helemaal in opheen, zo'n programma. Je bouwt een emotionele band op met alle mensen met wie je werkt. En, de dansers die ontzettend graag willen winnen allemaal en hun droom willen laten uitkomen. Maar toen het stopte was ik eigenlijk heel rustig en heel... ik was niet, het was niet zoals mensen al hadden gezegd dat het zou zijn. Dus ik ben eigenlijk gelijk heel erg gaan focussen op muziek. En ik merkte eigenlijk dat ik het wel ontzettend gemist had. Omdat ik een half jaar lang toch best wel druk was met So You Think You Can Dance. En het een beetje op een laag pitje had staan qua muziek. Dus dat ik wel weer heel erg blij was om lekker aan het album te gaan werken. Dus daar wil ik me de komende tijd ook op focussen. Meer op muziek weer. Ja, en dan ook veel optreden weer? Of? Ja, ja. Ja, deze week dan woensdag, vrijdag en dan zaterdag Team F-Word. Ontzettend veel promo natuurlijk voor mijn nieuwe album. Ja. Ik schrijf elke week een column in de Yes, daar ben ik ook heel druk mee. Heel veel presentatieklussen en goede doelen en dingen door het land gewoon echt. Dus gaat lekker. Oké, lekker periode. Ja. Nou, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan.